Welkom bij het Unity TV Nieuws zomereditie van donderdag 13 augustus. Leiden en hofjes zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In totaal heeft Leiden 35 hofjes. Maar over de toekomst van dit Leidse cultuurhistorisch erfgoed maakt raadslid en stadshistoricus Joost Blijie zich nu zorgen. We zijn op dit moment in het Jean Passijnhof, een van de 35 hofjes die Leiden rijk is. Hofjes werden vroeger gesticht door rijke leienaren die veel geld hadden verdiend, maar geen kinderen hadden. En in hun erfenis niet naar de gemeente wilden laten gaan. En dus kozen ze ervoor om een perceel huisjes te kopen waar ze arme leienaren of mensen die het wat minder hadden konden huisvesten en ook konden onderhouden. Ook nu nog, 300-400 jaar na de stichting van de hofjes, hebben de hofjes een belangrijke functie in de stad. Het is natuurlijk een fantastische plek om te zijn. Het is een belangrijk stukje Leids cultureel erfgoed. Er zijn weinig steden in Nederland die zoveel hofjes hebben als Leiden. En het maakt het natuurlijk uniek om hier te wonen. En bovenal is het natuurlijk ook nog steeds een plek waar wat minder bedeelde leienaren kunnen wonen, omdat datgene waarvoor ze opgericht zijn eigenlijk nog steeds in de praktijk gebracht wordt. De hofjes worden niet verkocht? Hofjes worden niet verkocht, nee. Dat mag vaak vanwege testamenten, vanwege rechten mag dat niet. Rechten vanuit het verleden. Dus hofjes zijn in bezit vaak van een stichting en die kunnen ze niet verkopen. Blij maakt zich zorgen over de verhuurdersheffing die er nu aankomt vanuit het Rijk. Hiermee wil men scheefwonen tegengaan en is eigenlijk bedoeld voor de grote coöperaties. Hofjes krijgen hier onbedoeld toch mee te maken. Deze heffing zal grote financiële gevolgen hebben voor de Leidse hofjes. Dat betekent dat of de huren van de bewoners die hier wonen spectaculair zullen stijgen. Of het hofje, wat vaak in het beheer is van een stichting, die zullen de huren niet verhogen, maar interen op hun eigen vermogen. En dan zou dat als gevolg kunnen hebben dat de hofjes, het prachtige hofje waar we hier nu zijn, dat dat niet meer onderhouden kan worden. Dus er komt een stevige maatregel aan. De verhuurdersheffing is niet te omzeilen. Het CDA heeft het Leidse College wel opgeroepen om mee te denken over een oplossing. Nou, een van de oplossingen, en dat is ook de oplossing die wij aan het College van Burgemeester en Wethouders hebben gevraagd, is om de WOZ-waarde van deze hofjes anders te bepalen. De WOZ-waarde is de commerciële waarde van de huisjes. Op basis daarvan wordt ook de verhuurdersheffing bepaald. Wij hebben aan het College van BNW gevraagd om die WOZ-waarde anders te bepalen voor hofjes, lager te bepalen voor hofjes, omdat ze eigenlijk geen verkoopwaarde hebben, want ze worden dus niet verkocht, zodat die verhuurdersheffing ook veel lager uitpakt, zodat de bewoners en ook de hofjes niet in hun voortbestaan bedreigd worden. Na het zomerreces van de gemeenteraad verwacht het CDA antwoord te krijgen van het college op de vragen over de toekomst van de Leidse hofjes. En dan het weer. Het was een zonnige en tropische dag met temperaturen van rond de 30 graden in de Leidse regio. Vanavond en komende nacht trekt de bewolking aan en er kunnen onweersbuien vallen, mogelijk met hagel. De temperatuur daalt naar een graad of 19. Morgen blijft het lekker, maar wel wisselvallig, met zo'n 24 graden. Er drijft een wolkje over en er kan een enkele bui vallen. De rest van de week blijft het mooi met zomerse temperaturen, maar de kans op een bui neemt toe. Tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Vrijdagmiddag om 5 uur melden we ons weer. In de tussentijd houden we u op de hoogte via Unity FM op 105.7 FM en onze website unity.nu. Ik wens je nog een fijne dag.